zo? Oh ja. Voor je... ja. Rut Groenewoud zamelt samen met haar stichting in Nederland schoolmeubilair in voor scholen die het hard nodig hebben op Curaçao. Er staan 300, die hebben wij bij een school in Assen opgehaald op een zaterdag. Mm-hmm. Dat was echt heel veel. Regelmatig vliegt Rut met haar stichting containers vol schoolmeubilair naar haar eiland. Maar deze keer gaat de reis heel ergens anders naartoe. Ik ga naar de paus en dan ga ik dus weer dat een oorkonde overhandigen aan de paus en iets vertellen over de stichting. En dan hopen dus weer dat te kunnen vertellen over de situatie op die eilanden. Want hoe is de situatie op de eilanden? Nou, voor de kinderen daar dus weet het, is het best schrijnend. Ja, in één woord, schrijnend, vind ik hoor. En daar hoop ik en wil ik daar wat aan doen voor de kinderen. Ja. Maar er is nog een andere reden waarom Rut de paus wil bezoeken in Rome. Nu word ik een beetje emotioneel. Wij Antillianen zijn dus, weet dat, katholiek. De meeste dan, hè. Ik ben dat ook, dus weet dat natuurlijk. En ik vertelde dat aan mijn moeder... dat hij naar de paus mag. Maar mijn moeder is overleden. Dus zij zou dit nooit zien. En ze is net 2 weken terug begraven. Ik was ook daarheen gegaan om haar te begraven en alles te helpen en zo. En dat vind ik wel heel jammer. Dat ze dit stukje... Want mijn moeder is ontzettend gelovig. Dat ze dit stukje niet mee heb kunnen krijgen. Het wordt wel een flitsbezoek aan de paus, want Rut is de volgende dag alweer terug op Schiphol. En daar wacht ik haar natuurlijk op met de vraag, hoe was het bij de paus? Heel mooi. Dit is echt iets heel bijzonders. Je staat zo dicht bij die man, bij de paus, en daarna mag je hem een hand geven. En het is top. Oh ja, ik wil je ook nog wat laten zien. Dit kreeg ik van de paus. Wat is het? Dat is een rozenkrans. Zie je? Ja, ik ben de enige die dat heb gekregen hoor. En heeft u nou de boodschap over kunnen brengen? Die boodschap die u zo belangrijk vond? Ja. Ik had een vertaler bij me. En hij heeft dus weer dan vertaald wat ik graag wil zeggen. En toen zei de paus tegen mij in het Engels, ga ze door met het werk. Dus de kinderen van Curaçao, die staan nu op... bij de paus ook op het geheugen. Ja, zeker, absoluut. Ja, ja. Dus dat is toppie. Ja, ja. Dit neemt niemand van me weg.